Ik heb gitaar leren spelen van een hele oude Ambonese man. Deze oude Ambonese man, die heette van zijn naam heette hij Malawau. Malawau. En ik zag die man altijd heel gitaar spelen, heel, heel mooi gitaar spelen. Toen riep hij mij, joh, kom even kijken. Zeg, je hebt wel belangstelling voor gitaar. Ik zei, ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik zei dan, ja, maar je gaat eerst leren op een ukulele spelen. Ik ga voor jou een ukulele maken. En die man die heeft zelf een ukulele gemaakt voor mij. En daar heeft mij leren spelen, om een vier snaren, dat soort dingen. Ik persoonlijk vond Nieuw-Guinea geweldig. Ik had er nooit weg willen gaan in Nieuw-Guinea. We moesten, we waren gedwongen. Ik scharrelde in Geuzenvelden heel vaak met jongens die allemaal van bandjes waren. We gingen vaak repeteren bij de familie Hoper, de familie Heuvelvoorstelling, allemaal Indo-families waar wij gitaar spelen en zo. En we speelden dan zeg maar voor hiernaast, voor de kerk onderin, ja, de kerk. Huizen de Liefde, de Kossenstraat, het Rotanhuis. En het optreden van mij, wat ik nooit zal vergeten, is in Slotanje. En de vechtpartij is zodanig geëscaleerd dat een van mijn, ik had twee gitaren, een van mijn gitaren wordt door een heet hoofd, die werd hij gebruikt als slaggoed. Dus mijn gitaar brak in twee. Ja. En de vechtpartij is verder ontstaan door concurrentie van Indo-jongeren met meisjes. Dat ook, meisjes, hè, want, dat soort dingen was normaal. Maar diegene die mijn gitaar heeft beschadigd, vernield dan, die zegt tegen mij, ze krijgt van mij een andere gitaar. Dus hij is meteen de volgende dag naar voor Hermans gaan, nee, voor mij een gitaar. Ik kocht tweedehands gitaar wel, maar wel ook eenzelfde, ook een Fender. En die van mij geeft. En hij zei, sorry, als ik bij de familie Hoper ging jemmen, kwam Jan Ankerman ook. Jan Ankerman was nog zo mager. En die was geïnteresseerd in Indo-rock. Ja, Indo-rock. En hij was dan van huis al een goede gitarist. Dus toen, ik weet nog goed, wij spelen het nummer, ik speel het nummer van Black Ice. Ik begin eerst heel langzaam en dan op een gegeven moment wordt het versneld in een soort jive. Hij vond het zo'n mooi nummer. Hij zei, ik ga dat nummer, ga ik, als het mag, op mijn manier spelen. En dat nummer wordt nog steeds nu gespeeld door Jan Ankerman. Ik denk dat de indruk niet helemaal gaat verdwijnen, vind ik wel, maar dat zal in de rock zal blijven bestaan met een vleugje andere elementen erin. Niet echt real in de rock meer. Vele in de rock nummers worden nu al gemaakt met een vleugje blues erin, een vleugje rock, een vleugje disco, dat soort dingen. Al de beïnvloeding kan je toch niet tegenhouden. Gaat niet. Dat gaat niet. Juist van de jongeren helemaal. Die jongeren willen vleugje. Maar als je goed luistert, hé, hey, hey, verrek, dat is dan een indoor-rock nummer. Die hebben ze anders gemaakt. Dat vind ik wel grappig. Vind ik wel mooi. Dus dat betekent toch dat de indoor-rock toch niet echt aan de sterven is. Mijn leven, gitaar spelen is mijn leven. Ik kan niet zonder gitaar. Dat is mijn leven.